Nieuwe dag, nieuwe knoop. Ik ga een Van Wijk doen. Deze is bedacht door Lisa van Wijk, artiest, om de grootste knoop te maken. Ik denk niet dat het de grootste knoop is, maar ik vind dit patroon vind ik al echt heel erg gaaf. Gaat als volgt. Even uit. Het leukste van het ontknopen. Je hebt geen idee meer wat je gedaan hebt. Zo, goed. Video is weer gespiegeld. Dus ik heb de brede kant aan mijn rechterkant. En de korte kant, of de dunne kant aan mijn linkerkant. Bij deze knoop moet je er wel op onthouden dat je hebt best veel stof nodig hebt. Dus hou de dunne kant, hou dat kort. Nou, beginnen met de brede kant. Rechts over links. Eén keer, kom achterlangs. Nu zorg je ervoor dat je een lus blijft houden door je vinger hier vast te zetten. En ga er één keer overheen. Vervolgens ga je er een tweede keer overheen. En vervolgens ga je er een derde keer overheen. Nou, na die derde keer ga je achterlangs, achter je stropdas heen, achter de lus heen. En vervolgens steek je das door de strop, door die lus die je net hebt gemaakt met je vinger. En dit is op zich wel een beetje propwerk. Doorheen. Dan kan het ondertussen gebeuren dat de das net lijkt alsof het die helemaal aan gort is, maar het is niet. Ja. Even Van Wijk corrigeren. En nu trek je hem aan. Je houdt hem vast en je trekt hem aan de brede kant. Trek je hem een klein beetje aan, zodat je weer met je afmeting op je broekriem weer een beetje uitkomt. Dan zet je namelijk dadelijk een olivier stropdas. Corrigeert hem, kraag omlaag. En hier heb je hem. Genuine Van Wijk.